Yes, we zijn er weer. Welkom, lieve luisteraars. Welkom bij een podcast van Klasse. De podcast over onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Tegenover mij zit een one and only Marvin Leter. Yo. En mijn naam is Ben Krims. En nog steeds bij ons is Iris. Hi. Of moet ik zeggen juffie Iris? Mag. Mag, juffie, dat klinkt zo. Ja. Hey, fijn dat je er nog bent. We hebben in de vorige aflevering hebben we het uitgebreid over TikTok gehad en over je werk en dergelijke. En wij behandelen ook regelmatig stellingen. En ik wil jullie eigenlijk een stelling voorschotelen. Spannend. Ja. En die is als volgt. Geld zit leren niet in de weg. Waar je man begint te lachen, mooi. Ja, nee. Oké. Okay. Ja, wat is er nou? Wat is er? Ga je nou meteen? Ja, sorry. Ja, sorry. Wauw, oké. Okay. Ja, heftig. Ja, echt, eens of niet eens? Geld zit leren niet in de weg? Niet in de weg. Geld zit heel veel in de weg. Ja, mooi. Zeg dan maar. Ik ben het totaal niet eens. Toch? Nee? Nee, joh. Dat weet ik niet. Hoe denk jij erover dan? Maar ik twijfel een beetje eerlijk, want het zit hem dan in het aanschaffen van boeken, materialen, laptops. Ja. En als je dat bijvoorbeeld thuis niet kan betalen of niet hebt, dan kan jij als kind zijn die jezelf niet helemaal echt doorontwikkelen, denk ik dan. Maar aan de andere kant, het zou niet mogen. Laat ik het dan zo zeggen. Geld zou niet in de weg mogen staan om je te ontwikkelen. Nee. Maar je ziet in de maatschappij waarin we tegenwoordig leven, dat het wel soms zo is. Mm. Of heb ik het nou mis, Iris? Gelukkig heb je de basisschool, die is gratis. Ja, basisschool is gratis, inderdaad. Ja, hoe bedoel je, onderwijs zit, geld moet niet in de weg zitten voor het onderwijs? Heb je het gewoon over de gehele linie? Dus dat je door kan studeren, noem het maar op. Of heb je het over basisschool voor het gezet onderwijs? Alles, inderdaad? Alles. Gewoon, je mag hem zelf interpreteert, zeg maar. Dat is toch horseshit? Nou, verklaar u nader. Hoe financieel je onafhankelijker bent, ouders dan, mm-hmm. hoe beter je zit, hoe makkelijk, hoe kansrijker je bent om een goede opleiding af te ronden, toch? Yeah. En hoe minder geld je hebt, hoe kansarmer je bent. Het is toch niet voor niets dat je kritische wijken hebt en waar de algehele opleidingsniveau, dat het super laag is natuurlijk, snap je wat ik bedoel? Yeah. En we mogen blij zijn dat we heel lang, en ik weet niet hoe dat nu zit, want ik studeer al een tijd niet, dat je wel de mogelijkheid hebt om een lening af te sluiten om een studie te volgen. Maar dat zegt ook al genoeg, dus dat geld dus hartstikke belangrijk is. Want je moet de lening kunnen afsluiten om een studie te kunnen volgen. Er zijn niet voor niets heel veel voorzieningen voor mensen die niet genoeg geld hebben om hun kind gewoon naar school te kunnen brengen en alle voorzieningen te voldoen. Dus ik denk echt wel dat geld hartstikke belangrijk is en dat ook een dooddoener is in onze samenleving. Als ik kijk naar mezelf, ik heb inderdaad een lening moeten afsluiten om een studie te kunnen volgen. Ja. Snap je? Dus ja, ik weet niet of... Nee, ik weet het wel. Geld zit gewoon in de weg. Ja. Dus eigenlijk wel. Ja. En, ik benader het ook zo van... we hebben ook leerlingen die moeten reizen bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik ging laatst eventjes naar de stad toe. Ik was gewoon van Spijkenisse naar Rotterdam. Is gewoon bijna 10 euro met de metro. Ja. Zo'n OV-kaart kost natuurlijk ook gewoon geld. Ja, dat. Ja, precies. En, en ik weet dat er leerlingen zijn die dat niet kunnen betalen. Ja. Die zich daarom ziek melden of niet kunnen komen. Ja. Of die geen laptop thuis hebben of die niks te eten hebben. Ja, en dan zit het wel in de weg. Ja. Weet je? Dus dat vind ik, En hoeveel stress geeft armoede wel niet? Waardoor je dus niet kan presteren op school. Nou, dan kom je weer terug wat we het vaak over dat overleven. Ja. Hoeveel mensen er niet aan het overleven zijn om, om gewoon zich staande te houden. Ja. Of zelfs nog andere keuzes te maken, want het is ook wel lange termijn denken en opleiding volgen. Ja. En als je nu in onze huidige maatschappij, dat het wel op andere manieren wordt aangeboden om heel snel 2000 euro te verdienen, dan ga je ook andere keuzes maken. Ik gewoon TikTok filmpjes gaan. Dat is nog positief. Nee, want Iris, jouw opleiding, heb jij daar een lening voor moeten afsluiten? Ja, zeker. Ja. En ik ben nog steeds aan het afbetalen. Ja. Tot mijn 50ste nog. Oh, wat erg. Ja. Maar dat betekent toch ook als je een huis koopt en dergelijke, dat je daar dan dat het invloed heeft op hoeveel je kan lenen? Zeker. Ja, zeker. Ja, daar gaat de hypotheek heel moeilijk over doen, de bank. Jeetje. Dus als we dat anders zouden moeten invullen, hoe zouden jullie dat dan invullen? Nou, ik zou wel zeker op zekere mate, een zekere hoogte, dingen gratis doen gewoon. Van scholen. Kijk, basisschool is ook gratis. Of daar is, je moet wel een deel
een beetje geld in. Een beetje geld geven voor bijvoorbeeld schoolreisjes en zo. Ja. Maar daar hebben ze ook een potje voor. De school heeft er ook een potje voor. Die wordt dan weer door de stichting zelf aangevuld. Ja. Er zijn altijd kinderen die er dus niet kunnen betalen, maar wel mee mogen. Omdat we dat geld klaar hebben staan voor ze. Ja, dat zou ook, ja precies. Ja. En het zou ook gewoon het hbo moeten of het mbo of universiteit. Of door middel van tegenprestaties, toch? Als je als student een tegenprestatie levert of zo. Bijvoorbeeld. Mee helpen op de open dag. Ja, nou, hè? Kan. Dat kan. Zo heb ik gewoon studiepunten verdiend. Ja, precies. Ja. Ja, ik weet niet hoe... Ik ga nu zo over Verenigde Staten beginnen, want ik weet helemaal niet hoe het schoolsysteem daar in elkaar zit. Alleen van de korte dingetjes die je daar hoort. Mm-hmm. Maar volgens mij werkt scholarship daar toch op zo'n manier. Ja. Dat je dus dat je tegenprestatie levert, dat je een bepaald talent hebt en dat je dan een soort van een bepaalde universiteit kan volgen. Ja, dat vind ik altijd wel echt heel positief als je dat hoort. Ja, maar wij zijn in Nederland ook een van de weinige landen die zoveel verschillende niveaus ook hebben. Dat had ik met Karim in de vorige aflevering hebben we het daar ook over gehad. Dat Nederland zoveel verschillende niveaus heeft. Ja. In andere landen is dat helemaal niet zo. Dan ga je of daarheen of daarheen. Ja. Dat zit zeg maar. Ja, ik heb ook een Colombiaans meisje in mijn klas. En haar moeder zei ook, ik vind het in Nederland zo raar. Want ze gaan vanaf de basisschool 11 jaar lang gewoon allemaal hetzelfde niveau naar school. Ja. Aan het einde van die 11 jaar kiezen ze een kant op waar ze naartoe willen. Dus dokter, tandarts, juf. En daar doen ze dan de toetsen in. Ja. Dus ik snap het hier gewoon niet. Nee. Ik zeg, ja, ik ook niet. Ik doe maar wat. Ik maak leuke filmpjes en weer doe ik het. Nou ja, tegenwoordig zeggen kinderen ook wel eens van, ik wil TikToker worden. Heb jij dat ook al in jouw klas? Nee, mijn kinderen zijn nog zo jong. Die weten dat nog niet. Nee hoor. Maar die weten toch wel een beetje van, ik wil brandweerman worden of ik wil megamandy worden. Ja, of weet precies. Ik veel. Die dingen inderdaad. Maar nog geen TikToker? Nee. Nee? Nee. Okay. Volgens mij niet. Nee. Wat wilde jij eigenlijk laten worden, Marv? Vroeger? Ja. Ik wilde 3 dingen. Advocaat, voetballer en muzikant. Nou, 1 ding is gelukt. Ja. Ja. Voetballer, zal ik maar niks over zeggen. Nee, ja. Advocaat. Bobby. Ja, Bobby, echt. Ik zag gewoon erin. En muzikant is advocaat, wel... Advocaat, waarom advocaat? Vind ik helemaal niks voor jou. Dat doe ik als 8 jaar, man. Even serieus. Ja, nou daarom. Hoe kom je dan bij advocaat? Weet ik veel. Ik had dat ook. Ja? Wil die ook advocaat worden? Ja, echt, ja. Nee, joh. Vooral is normaal toch? Vooral voor het geld, hoor. Maar... Ja. Oh nee, dat had ik totaal niet. Ik wilde alleen profvoetballer worden. Ja. Dat is het enige wat ik had, maar dat ging hem ook niet worden, zeg maar. Maar ik heb ook heel lang niet in mijn leven, wat ga ik doen, waar ben ik goed in, waar liggen mijn kwaliteiten, dat duurde wel eventjes. Ja, had ik ook. Ik was echt, ik was jouw leeftijd, 24, 25, toen ik pas zeker, toen met kinderen met een beperking, dat vind ik wel tof. Of kinderen met autisme, dat vind ik wel interessant. Ja, ik was wel heel snel om te weten dat ik leraar wilde. Ja. Gelukkig. Nee, ik niet. Ja. Ik heb ook, hoe oud was ik? In de 30 al, toen ik mijn hbo pas haalde. Mm-hmm. Dus, zo dacht ik dat ik oud was, man. Zo. Doet. Gaan we zo doen? Ja, nee, ik bedoel niet gemeen, maar ik moet op gaan na wat voor druk je zelf geeft natuurlijk. Nou ja, en ik startte de opleiding startte ik, toen had ik geen kinderen. En nu heb ik zeg maar, toen einde van de studie had ik 2 kinderen. Dus dat ook nog eventjes wat even tussendoor kan fietsen. En daar ben ik hartstikke blij mee hoor. Mm-hmm. Dat is ook allemaal bewustie. Maar dat was wel extra lastig zeg maar, om dat zo even doorheen te fietsen. Dat weet ik wel. Mm. Want gewoon daarnaast werken en dan s'avonds naar school of 2 avonden naar school. Ja, dat was pittig. Ben jij voltijd naar school gegaan of niet? Ja. Ja, na mijn HAVO ben ik gewoon naar de PABO gegaan. Ja, dat is lekker. Ja. En kan je ook een instrument bespelen? Nou, ik heb vroeger gitaarles gehad, maar toen, toen was ik 11 denk ik. Mm-hmm. Toen ben ik wel verleerd. Maar heb je niet meer nu dat je op de PABO, of was dat vroeger? Nee, kon je wel voor kiezen. Maar dat heb jij niet gedaan? Voor studiepunten, maar nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Nee. Jij bent gaan dansen? Ja, precies. Oké, nog even een stelletje. Dit vind ik ook een mooie. Leraren hebben een taak in het opvoeden. Oh ja, dat lijkt heel erg een beetje... Ja. Niet van. Nee? Nee, ja, je doet het wel, gewoon. Mm-hmm. Maar vindt eigenlijk van niet? Ik vind eigenlijk dat, het grootste deel ligt natuurlijk gewoon wel bij de ouders. Ja. Er zijn dingen die wij wel kunnen doen op school, maar, ja. Ja, want wij werken natuurlijk op een middelbare school, jij werkt natuurlijk op een basisschool. Ja. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel ook een andere ja. koek. Ja.
Nu werk ik gelukkig op zo'n dorpsschooltje en daar zijn alle kinderen zijn wel gewoon echt netjes. Ja. Dus daar heb je niet heel erg van het opvoeden. Maar mm-hmm. Ja, je hoort soms ook wel eens verhalen dat je echt denkt van zo, daar is volgens mij echt de plank volledig misgeslagen. Ja. En dan moet je dan, ja, mag je daar op school dan wat aan doen? Ik denk dat die lijn heel dun is. Wat vind jij mooi? We hebben een voorbeeldfunctie, toch? Ja, we hebben een voorbeeldfunctie. Maar ja. Het ging over, heb dat ook met opvoeden te maken dan? Ik denk het wel. Ja? Ja. Hoe, kan je daar iets over vertellen? Ik denk dat alle volwassenen wel een opvoedende rol hebben, toch? En ja, ik denk dat je het breder maakt in je hoofd dan dat ik het bedoel. Ja. Ja. Hoe bedoel jij het dan? Als de kinderen te raad komen op school, dan zijn we toch ook bezig met opvoeden. Van hoe leer is het toch best dus op tijd moet komen op school. Ja. Als tijdens de les, bij mij is het iets minder dan, want de kinderen mogen uit enthousiasme mogen ze wel dingen roepen. Maar als ik vraag aan ze op een gegeven moment van je moet echt stil zijn en als je wat wil vragen moet je vinger opsteken, ben je ook bezig met opvoeden. Bij mij leren ze dat zij niet op mij mogen schelden. En dat ze mij altijd met... Is dat niet vanzelfsprekend? Maar het is toch wel nog steeds opvoeden, toch? Ja, ik denk dat we het groter maken in ons hoofd dan dat is. Dus eigenlijk ben je automatisch als docent eigenlijk al meteen aan het opvoeden. Ja. En ik hoop dat we dit allemaal doen ook gewoon in het dagelijks leven, toch? Als een kind iets doet op straat, als je dat durft dan. En iets wat niet kan, dat je wel even... Ik kon je zeggen van nee, dat moet je niet doen. Dan ben je al bezig met een... Maar denk je dat dat gebeurt? Toen ik vroeger nog in de metro zat, dan zei ik het wel, hè? Ja, nou, nu niet meer, hoor. Doe je de fok normaal. Ja, nou, dus nu niet meer. Voor je weet, tegenwoordig, als je om je heen kijkt, wat je, al die verhalen die je hoort over die messen, al dat soort dingen, Je weet hoe ik erover denk, hè? Ja. Ja, je weet hoe ik hierover denk, hè? Ja, jij loopt ook met een mes. Nee, maar ik vind niet dat je angst moet toegeven. Nee, dat, ik ben het ook met je eens. Snap je? Maar zo is niet iedereen. Dan vind ik dat we heel erg als volwassenen naar onszelf moeten kijken als we toegeven aan angst. Want natuurlijk, dingen zijn eng. En ik heb dit ook vaak met mijn vader erover. Nee, hem vind ik echt een wijze man. Hij zegt ook heel vaak dat ik mijn mond moet dicht houden, dat ik niks moet zeggen. Want kinderen, je weet niet, onder jongeren zijn er ook gewoon TBS's en die steek je gewoon overhoop om het minst geringen. Maar ik vind nog steeds, als je toegeeft aan angst, dat je eigenlijk het probleem faciliteert. Begrijp je wat ik bedoel? En je mag echt wel tegen jongeren zeggen als ze ergens hangen van loop door. Hier moet je niet staan. En 9 van de 10 keer luisteren jongeren naar je. Als ze dat niet doen, dan geven ze... Ja, denk je? Echt... Ja, man. Ja? Nee. Ja. Ik denk dat het ook echt... wel een beetje ligt aan... Als ik dat doe, dan kijken ze me dat, aan... You choose your battles. Dat is wel zo. Maar het helemaal laten gaan, ben ik ook weer niet mee eens. Nou ja, ik ook niet. En... Ik kwam laatst, toen ging ik de hond uitlaten en toen kwam ik een groep jongens tegen en die liepen over heel de weg heen. Uh-huh. En ze bleven over de weg heen lopen en ik bleef ook gewoon netjes lopen. En uiteindelijk gingen ze aan de kant en ik zei, hey boys, goedenavond. En dan hoorde je toch, hey, goedenavond meneer. Uh-huh. Dus dat is hoe ik ermee omga. Maar daar ben je ermee bezig, want je kan er ook voor kiezen om om te lopen. Nou ja, precies. Snap je? Maar ik denk niet dat iedereen dat kan en durft. Als ik bijvoorbeeld mijn vrouw bijvoorbeeld daar zou lopen in de eentje, ik zou misschien wel dat zij zegt van, joh, weet je wat, ik loop wel eventjes heen. Ja. Dat zou jij ook Ja, doen. Maar dat is wat ik zeg toch, choose your battles. Ja. Alleen, natuurlijk, je moet niet als een idioot, ik ga ook niet op iedereen afstappen, alsof ik gek ben. Maar, hoe noem je dat? Daar waar je een bijdrage kan leveren, als je weet dat je daar krachtig genoeg voor bent, denk ik echt wel dat je dat kan doen. Want dat is ook in het onderwijs. En constant maar wegdraaien en je afvragen waarom bepaalde dingen gebeuren. Ik zeg niet dat wij heel veel invloed hebben. Hè? Want ik bedoel van, nogmaals, je moet niet doen alsof je moet niet gek gaan doen. Want op een gegeven moment, het lukt je 8 keer en de laatste 2 keer gaan kinderen echt niet luisteren. Maar ik denk echt ook dat in alle facetten van hoe de maatschappij zich zo ontwikkelt, als het daadwerkelijk zodanig negatief aan het ontwikkelen is, want dat vragen we altijd nog steeds af, dat wij daar allemaal bijdrage in hebben, toch? Ja, maar ik ben wel van mening dat niet iedereen dat kan / durft. Want Iris zegt, jij zegt eigenlijk ook van, nou ja, dan loop ik eromheen. Ja, maar dat is ook wel dat is ook wat ik zeg, toch? Choose your battles. Ja. Choose your battles. Maar geef je dan toe aan de angst of niet, als je eromheen loopt? Nou ja... Ik denk als vrouw dat je dat dan wel wat sneller doet. Mm-hmm. Ja. Maar als er een groep jongens zijn, ja, weet je, er zit 1 fout tussen en dan ben je gewoon eigenlijk klaar als, als meisje, als vrouw zijn. Ja. En kijk, als man denk ik dat het al snel, dat je dan gewoon wat uitstraalt van hallo, ik ben ook een vent, dus Nou, jij bent succes. Er ook een stoere chick. Ja, ik loop ook zo. Ja,
Nee, ja, dat is wel, maar dat is, toch zie je dan toch verschil tussen man en vrouw. Ik kan niet die discussie nu op gang brengen, maar dat er toch wel ook... Vroeger toen ik een leeg blikje cola op de grond gooide, werd ik gewoon aangesproken door mijn buurman. Hè? Ja, en terecht. Maar ik kom eens even terug, flap drol, raap je het op en liep ik wel te mokken. Maar ik raapte het wel gewoon op. Ja. Weet je, en als je nu ik weet niet of het zo daadwerkelijk is, hè, want ik denk dat dit soort van een normaal ding is om de volwassenen om te denken dat het allemaal zo erg is. En dat bepaalde dingen niet meer gebeuren. Maar als je inderdaad jongeren laat gaan in de metro, die al rokend binnenkomen, en een volle metro zegt daar niets van. Wat geef je die kinderen mee? Ja, je geeft ze niks mee. En je spreekt ze dan ook niet aan. Dus dan hun denken dat het gewoon kan. Dus de volgende keer zouden ze het weer doen. Ja. En dan, komt een Marvin of een Ben de volgende keer wel er wat van zeggen van hey, doe je sigaret uit en dan wordt het een strijd. Ja. Omdat ze dan denken van waar de fuck kom jij vandaan? Nou, precies. Snap je? En dan, als je dan een verkeerde treft of een die wel met een mes loopt of wat ook. Want vroeger als je ruzie met iemand had, dan ging je vechten of je was even een beetje om je heen rammen en dan was het klaar. En nu is het sowieso al die telefoontjes erbij. Ja. Het is nooit meer... 1 tegen 1. Het is altijd een groepje op 1 of dat soort dingetjes. Dus dat is van nu. Mm-mm. En ik vind het tikkend om bang te zijn verloopt. Nee, ja, ik ben het met je eens. Ja. Maar dan inderdaad, choose your battles. Waar ga ik wel iets van zeggen? Waar ga ik niet iets van zeggen? Daar ben ik wel helemaal mee eens, ja. En dat heb ik soms in de klas ook. Dat ik wel ergens iets van zeg. En soms tolereer ik het ook wel eens. Mm. En dan niet dat ze me uitschelden of zo, dat soort dingetjes hoor. Maar kleine dingetjes. En ik zeg altijd, ik behandel altijd iedereen gelijk. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want bij de een denk ik van, doe maar eventjes. Joh, neem maar snel een hapje, zeg maar. En bij de rest zeg je van, nee, ben strikt. Ja. Ik heb dat ook wel een beetje hoor. En bij de ene weet je dat die echt grenzen nodig heeft. Dus als je het dan een keertje laat gaan, dan weet je ook, je gaat dan een loopje ermee nemen. Ja. Bij de ander weet je, als je het één keertje laat gaan... Die vragen de volgende keer vragen ze het weer netjes. En als je dan nee zegt, is er niks aan de hand. Ja, het ligt ook gewoon aan het kind. En moet ook kunnen, vind ik hoor. Ja, zeker. Want sommigen hebben gewoon echt grenzen nodig. Nou ja, precies. Ja. En dat sommigen zijn ook een beetje grenzeloos. Klinkt een beetje stom. Maar sommigen die hebben echt behoefte aan structuur en die duidelijkheid. Ja. En wat Dennis ook zei in de vorige aflevering. En die zei van, het kind is een spiegel van thuis. Mm-hmm. Ja. Ik vond het ook wel een mooie uitdrukking eigenlijk. Helaas is dat zo. Ja. Ja, ik zeg dat ook altijd hoor. Kinderen zijn niet rot van zichzelf, die worden zo gemaakt. Ja. Ja. Iedereen wordt schattig geboren, heb ik altijd geleerd. Ja. Nou, niet iedereen, maar... lief dan. Sorry, grapje. Nee, die worden lief geboren inderdaad. Maar hoe de opvoeding en dergelijke, dat is weer een ander verhaal. Ja, ik denk dat iedereen inderdaad lief wordt geboren. Ik denk wel dat de mens van nature slecht is. Ja? Ja. Nee, joh. Just serieus, G. Ja, nu gaan we verklaren uw nader weer, meneer Leete. Ik denk, als wij geen regels hebben... Dan ga je doen wat jij wilt doen. Oh, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ooit de beurt gezien? Ja, dan ga je doen wat je doet. Maar dat hoeft niet slecht te zijn, toch? Ik denk, als er geen regels zijn, ga jij doen wat jij wilt doen. En dan ga jij op het moment een beslissing maken voor jezelf. En is een beslissing maken voor jezelf, is dat dan goed voor een ander? Of is dat slecht voor een ander? Wat ik die kinderen tijdens de les wel uitleg als we het hebben over criminaliteit. In het begin als eerste met waarden en normen en over regels. Mm-hmm. Ik denk als ik mijn telefoon neer zou leggen op het bureau. En er zijn geen regels van dat diefstal niet mag. Dat een kind echt wel mijn telefoon kan meenemen. Neemt het gewoon mee. Ik denk als wij niet van onze ouders zouden leren van dat je iemand niet mag beroven of niet mag uitsloten of wat dan ook. En iemand loopt met schoenen aan die jij heel graag wil hebben. En het is nergens ooit geleerd dat niet oké is, gebeurt het gewoon. Ja, net als ja als het in een weet je, als diefstal nou niet bestaat, je gaat niet naar de winkel toe en dan toch afrekenen. Dat, ja. dan neem je het gewoon mee. Ja. Dat is toch stelen. Ja. Vrouwenvriendelijkheid. Maar wat heeft dat dan te maken met... dat je zo geboren wordt, dat je slecht geboren wordt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zei van, ik denk dat een kind altijd lief is. Ja. Maar dat een mens, naarmate je ouder wordt, als er geen regels zijn, dat je slecht kan zijn. Ja. Dat je egoïstisch bent. Dat je heel veel dingen vanuit jezelf doet. En ik denk dat we heel erg bewust zijn van het goede doen. Doordat er regels om ons heen zijn en dat van ons wordt verwacht. Dus dat wordt constant maar weer ingeprogrammeerd van dat mag niet, dit is wat je moet doen, dit is wat het goede is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als het er niet is. Als onze ouders ons niet opvoeden, gaan we dat niet doen, gek. Nee.
Snap je? Ik ben niet gek hoor. Sorry. Gaat hij zo doen? Hey. Spreek hem tegen en dan krijg je dit. Nou, dat is de laatste podcast van het seizoen. Echt, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Nee, ik begrijp zeker wat je bedoelt. En ik sluit me daar ook wel bij aan. Maar wij hebben geen invloed hoe alle kinderen worden opgevoed natuurlijk. En, ja, maar daar zijn wij alsnog bij. Jawel, kijk maar, een kind die past zich, vind ik, op drie manieren aan, zeg maar. Ze hebben een thuis, waar ze thuis zitten, de thuiscultuur. Ze hebben een schoolcultuur en ik noem het even buitencultuur. Mm-hmm. En die kinderen moeten daar constant tussen schakelen. Mm-hmm. Hoe je met je vrienden bent, hoe je met elkaar praat en de vawakka's en noem maar op. Zo praat je niet met je docent. Mm-hmm. En bij sommigen is het bijvoorbeeld thuis dan wel weer normaal. Of die kunnen zelf bepalen hoe laat ze eten en wat ze eten en noem maar op. En op school kan dat dan wel weer niet, want dan heb je de pauze waar je moet eten of dat soort dingetjes. Dus ze moeten constant daarin schakelen. En ja, ik merk wel eens dat sommige dingen voor heel veel leerlingen normaal zijn, die voor mij niet normaal zijn. En daar zeg je dan wel wat van. Uh-huh. En wij hebben het met name nu over middelbare school. Is dat op een basisschool ook? Al dat je zulke... Ik denk dat het zelfs nog erger is, toch? Ja, ik denk dat het echt aan ligt waar je les geeft. Ja, ik heb... Zo'n dorpsschooltje is gewoon, ja, iedereen kent iedereen. Daar is gewoon te braaf. Ja. Ja. Daar is iedereen gewoon te braaf. Ja. Jeetje. Ja. Ja. Dat ik vroeger niet dat iedereen zo braaf is. Nou, als ik kijk naar basisschool. Ja, als docent zijn is dat wel, is dat wel lekker. Als ik kijk naar de basisschool van mijn dochter, is dat, merk je wel dat het kinderen zijn. Dat ze inderdaad wel... guidance nodig hebben, toch? Nou, ja. Je merkt ook wel op school, ja, er zijn wel wat kinderen natuurlijk. Op school krijgen ze gewoon heel erg regels en ik heb even een kriebeltje hoor. Ja, dan zou je nemen tijd. Ik heb van je microfoon even dicht, joh. Dan, ja, maar die guidance, ze hebben gewoon een typische kinderdingen, toch? Van groep 3 tot en met groep 8, dat ze elkaar testen, dat ze de regels bepalen, dat ze bepalen wie met elkaar omgaat. En ik denk als we als ouders zijnde niet, en als juffrouw zijnde daar niet op anticiperen, dat we elkaar als ouders aanspreken van, je kind doet dit, dan krijgt je kind ook dat niet meegeleerd, van dat het niet oké is. En dan krijg je dus die software, wat ze dan meenemen, tot aan de middelbare school. En dat is weer om terug bij te komen, want ik denk dat, misschien is slecht een verkeerd woord, ik denk dat iedereen heel erg egocentrisch is. Ja. Dat is misschien het woord. Misschien juist beter. Ja. Maar het begint natuurlijk ook al. Gaat het? Het begint natuurlijk, dat opvoeden, wat je eigenlijk automatisch al doet, het begint natuurlijk al op de basisschool. Ja. Ja, nou ja, dat wou ik net zeggen. Je hebt wel eens gewoon kinderen, dan krijgen ze heel erg regels en structuur op school. Ja. En dan zijn ze bijvoorbeeld een week ziek. Dan komen ze weer op school na die week. En dan merk je dat soms helemaal weg is. Ja. En dan begin je weer opnieuw. En weer die vinger die niet omhoog gaat. En weer dat schreeuw door de klas heen. En denk je, ik heb het er eindelijk weer in. Weer ziek. Dan denk je, dan ga ik weer opnieuw beginnen. Omdat dat thuis en school is soms zo anders. Zo'n groot verschil, hè? Ja, dat is het ook. En hoe ga je daarmee om dan? Als de kids buiten het kader stappen. Of buiten de regels dingen doen. Is het dan meteen in de hoek? Of is het dan... Het lokaal of kom er vooraan zitten? Nou, het ligt er echt aan wat ze doen. Hoe doe jij dat? Laat ik het zo als doen. Ze echt opeens beginnen te schelden, dan word ik best wel gewoon heel boos om. Want ze zijn nog zo jong. Mm-hmm. En als dat er dan al uitkomt, dan denk ik echt zo, waar heb je dit nou weer vandaan? Van thuis. Ja. Nou ja, en dan soms bespreek ik dat met ouders en dan zeggen ze ook, thuis doen ze dat ook niet. En dan nou gaat het toch ergens buiten ergens fout. Ja. Maar dan is het weer van, ben je dan... Als het buiten fout gaat, moet ik er dan als juf wat aan gaan doen? Of moet je dat dan als ouder wat aan gaan doen ook? Wat vind je zelf? Ja, allebei natuurlijk wel. Ja. En sowieso moet je er goed op letten op school. Maar ik ga meestal gewoon in gesprek met die kinderen. Ik word niet, ik geef ze wel even een standje, vooral als ze door de klas heen gillen. Ja. En daarna ga ik nog even met ze praten erover, gewoon normaal. En dan, we eindigen het wel altijd goed. Ik wil niet dat ze verdrietig of boos weggaan. Ja. Daar ga ik zelf ook heel erg mee zitten. Wij voeren ook een herstelgesprek. Maar wij kunnen leerlingen dus verwijderen. En dan moeten ze bij de teamleider gaan zitten of iets dergelijks. En dan moeten ze een verhaalbrief krijgen. Dan, hoe is dat op de basisschool eigenlijk? Ja, ik stuur ze of gewoon de klas uit. Ik ga de klas uit. Ik ga lekker even bij groep 8 kijken. We hebben schuifwanden. Ja. En mijn wand staat altijd open. Dus ik zet ze dan aan de tafel op de gang. En dan kan ik ze nog altijd... zeg, ik ga aan die tafel zitten. Want dan heb ik altijd nog zicht op ze. Ja. En we werken met Chromeboekjes. En ik kan alles zien wat ze aan het doen zijn op het Chromeboekje. Dus ik hou ze wel dan in de gaten.
En dan na de les, dan verroep ik ze er even bij me of in de pauze. Dan gaan we er even over praten en dan mag hij meestal weer terug. En als het echt heel erg is, hebben we ook een briefje die ze moeten invullen. Oh ja. En dan moeten ze vertellen wat zij hebben fout gedaan en hoe het anders moet. En dat nemen ze mee naar huis. Laten ze zien aan hun ouders. Die ouders moeten het tekenen en dan moet het weer terug naar school. Ja. En als het echt uit de klauwen loopt, dan gaan ze naar de directrice. Maar die is er niet altijd. Nee. Dus dan pakken we het gewoon. Hoe vaak gebeurt dit? Nou, niet vaak. Niet vaak? Nee, helemaal niet. Nee, oké, gelukkig. Ja, het is ook een keuze. Dat is bij ons ook helemaal. Wanneer stuur je nou iemand eruit en wanneer laat je iemand zitten? Dat is ook wel eens lastig. En sommige docenten zijn, die sturen vrij snel iemand eruit. En sommige die tolereren net iets meer, zeg maar. Dat is ook weer een verschil. Ik stuur er nooit echt gelijk uit, hoor. Ik doe altijd wel even een keertje waarschuwen. Nee. Meestal schrikken ze daar al van. Ja, vooral op die leeftijd. Ja. En ik geef soms ook wel eens een signaal af. Van, dit moment wat jij nu doet, dat keur ik gewoon even af. Ga jij maar even buiten mijn lokaal zitten. En wanneer ik tijd voor je heb, dan haal ik jou even terug. Dan verwijder ik je niet, maar dan haal ik je nou even terug. En dan hebben we een herstelgesprek. En als dat niet gaat, ja, dan ben je alsnog verwijderd. En soms, ik verwijder echt zelden. Maar als het dan, ik verwijder wel eens als het gewoon nodig is, dan bam. Ja. Dan valt het al. Echt fases. Ja. Soms verwijder ik echt heel veel. Nou ja, dat in het begin ben je altijd natuurlijk, hè? Ja, begin van het jaar. Begin van het schooljaar, dan zit ik er ook wel iets meer met regels. Als je spullen niet bij je hebt, dan kan je deze lesje volgen. Helaas, sorry. Ja. En dan is het ook meteen met ouders contact. Van Pietje kan, of Mo kan zijn dinges niet volgen. Want die heeft zijn spullen niet bij zich. Ja, sorry. Ja. En ik heb een optelsom. Ik laat heel veel gaan. Ja. En op een gegeven moment denk ik, nu is het echt klaar, man. Ja. En dan weten de kinderen ook niet waarom ik ze zo snel verwijder. Van officieel verwijdering, wegwezen, man. Ik heb helemaal geen zin meer om te praten met je. En dan kan ook gewoon zo zijn dat ik soms een leerling niet zo duidelijk maken. Wel op bepaalde leerlingen. Nou ja, een signaal opgeven. Ja. Dat heb ik vaak ook. Bepaalde leerlingen, je weet over wie, over welke leerling het gaat. Ja. Nu is het echt. Nu is het klaar. Nu is het even klaar. En ik ga even nu een periode dat ik echt dik bovenop zitten. Ja. Dan werk ik echt niet mee met dingen. Ja, dat is op zich wel goed toch? Want dat zijn gewoon grenzen die je dan stelt. Nou ja, eens. Dat moet ook wel. En dat is weer die structuur, hè, die ze nodig hebben. Die regels waar we aan ons moeten houden. Want als je dat niet hebt, dan. Ja, vinden ze ook heb je nog een stelling? Nou, ik zit een beetje naar de klok te kijken en we gaan al richting het half uur. Ja, het gaat dus heel snel. Mm-hmm. Het gaat een beetje te snel, vind ik. Dus, zullen we nog een stelling doen? Ja, nog één stelling. Snel? Ja. Snel? Dan moet ik heel snel even kijken. Schooluniformen moeten worden ingevoerd. Nee, ik niet hoor. Ja, ik vind dat dus wel. Ja? Ja. Ik vind het heel goed om te zien dat iedereen een bepaalde gelijkheid heeft. Ja, maar dat is toch ook weer niet zo. Nee. Want de rijken die krijgen de nieuwste en de kinderen die armer zijn, die krijgen gewoon broers en zusjes die al afgetrapt zijn. Nee. Ik geef ze dan, ik zou het gewoon uitdelen dan. Oké. Okay. Je krijgt van mij allemaal elk hetzelfde. Elk jaar nieuw. Recyclen natuurlijk, hè. Maar weer zo groen bezig. Nee, ik vind het, maar het is persoonlijk hoor. Ik vind het wel wat hebben dat iedereen hetzelfde heeft, zeg maar. Dat je geen onderscheid maakt en dat jij wel Nike's kan betalen en jij niet. Ja, dat is zo. En ik vind dat persoonlijk wel iets hebben. Ik vind dat wel mooi. Maar dan moet je er dus op letten dat er dus niet die ongelijkheid komt van die heeft de nieuwste. Nee, maar je krijgt ook standaard Rukanoa schoenen erbij. Ik vind die eens lastig hoor. Zo. Maar jij zegt van Iris, voor mij hoeft het niet. Het is dus als je ook dus niet dat rijk en dat arme gaat zien, dan vind ik het ook wel goed. Want dan heeft iedereen hetzelfde aan. Ja, dat is juist de bedoeling. Oké, dan vind ik het wel goed, want dan zijn er inderdaad is dat onderscheid weg. Maar ook gewoon leren hoe je daarmee omgaat. Hè? Hoe ga je netjes om met je kleding, met je tenue? Ja. Ja, sorry, jij hebt, ik denk niet dat ze stropdas om moeten, maar je hebt je stropdas niet bij, hoor, weet ik veel wat, weet je. Of de verkeerde zon, dat kan niet. Mm-hmm, mm-hmm, ja. Ik vind dat wel persoonlijk hoor. Nou, heel veel mensen zijn het gelukkig ook niet met me eens. Maar ik vind dat wel wat hebben. We hebben het hier niet. Maar bijvoorbeeld als je in Engeland kijkt of in Amerika. Of, ik vind het persoonlijk wel. Ja. Maar mooi, je houdt je op de vlakte. Ik vind eigen identiteit super belangrijk, toch? Ja. Ja, is ook zo. Maar dat kan hierna toch ook. Met een clipje in je haar. En in je vrije tijd toch ook. Mm-hmm. Ik vind het lastig, man. Ja. Ik hoor wat je zegt, maar ik vond het ook wel heerlijk om gewoon op mijn patatjes naar school te komen, toch? Snap ik, maar jij had dus die dope patatjes.
Ja. Ik wou niet en, ik liep op mijn gymschoenen bij wijze van spreken. Mijn ouders braken een rug om één patatje per schooljaar te kopen. En dat vlast ik wel helemaal. Ja, maar dus heb ik 3 maanden aangehad. Toen had je alweer maat grootte. Ja, en dan kreeg ik weer een ander patatje. Maar op de middelbare school heb ik het over. Hè. Toen had ik al maat 10. Ik heb al helemaal even lang sinds ik kan herinneren maat 10. Dat is 44, toch? En dat is 44, ja. Nou, ik kan me schooljaar herinneren dat ik die flexe filatjes zat. Ik weet niet of je die kan herinneren, wit-rode. Ja. Ik had de Jordans 4. Ja, jij weer wel. Ja, maar, dat was heel het jaar, hè. Dus ze waren echt helemaal kapot gelopen aan het eind van het schooljaar. Ja, ja. Nee, ik liep O'Hara. Daarom wil jij ik weet nog wel, ik op een gegeven moment kreeg ook Nike's en ik weet nog, vroeger had je Chippy, dat was heel cool, maar ja, dat ken je niet. Wij zijn ietsjes ouder, maar ja. had je Chippy Bro, ken je Chippy maar of niet? Ja, Chippy was te duur voor mij. Zo, nou, dat was dus echt de shit en dan had je een broek, die was wat donkerder of lichter aan de voorkant en aan de achterkant andersom dan, zeg maar. En dan had je aan de zijkant zo Chippy. Zo. Nou, dat was echt de shit en je had een dure winkel. En ik mocht eindelijk zo'n broek hebben van mijn ouders. Politiek in. Juist, ja, daar is die. Ken ik en wij er naartoe, Chippy. Ik heb hem, ik denk, 3 weken kunnen dragen en nu was hij te klein geworden. Wow. Zo'n broek was zeker toen een tijd in gulden, rond de 150, 160 gulden. 150 gulden, inderdaad, ja. 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 Toen is hij wel naar mijn broertje. Dus, Chippy en Energy inderdaad. Nee, ja. Dus Eindstad, ik vind schooluniform, ik vind het fijn. Ik zou er wel iets voor voelen. Ja, toch? Iris, we zitten weer de tijd, we gaan stoppen helaas. Gewoon ging snel inderdaad. Dat gaat snel, hè? Zo. En je mag gewoon nog een keer terugkomen als je dat leuk vindt. Ja, leuk. Ja, oh, dan kun je misschien wat meenemen van de Teacher Squad. Oh ja, kan. Ja. Nou, zou eens even loten daar. Zou eens even... Nee, super tof. Wij doen, dat heb je net ook gedaan, we doen altijd het laatste woord. En het laatste woord, dat is voor jou. Dus ik sluit mijn microfoon, dus ik sluit de microfoon van Marv. En dan mag jij nog iets zeggen als je dat leuk zou vinden. Je mag een shout-out doen, je mag een liedje zingen. Nou, laten we dat maar even niet doen. Je gitaar heb je helaas niet bij je, maar maak wat leuks van. Ik vond het super tof dat je er was. Dankjewel. Marv, jij ook bedankt. En ik wens alle luisteraars voor de rest een hele fijne dag verder. Nou, jullie ook bedankt voor jongens. Het was super leuk. Shout out naar de Teacher Squad.